Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe weekly vlog. Het is zaterdag. De laatste weekly vlog was er een ganse week. En we zijn geëindigd met het concert van de weekend in Brussel. Een goed concert. Ik ben blij dat we gegaan zijn. Het was leuk om hem eens live aan het werk te zien. En ik kan het wel dragen. Het was weinig show op podium. In de zin van, er waren wel dansers. Maar die deden niet heel veel. En die waren er ook niet heel vaak. Dus het was eigenlijk echt wel hij zelf de hele tijd op podium. Zingen. En ja, ik denk wel dat er best wel sfeer was. En we zijn dan op tijd kunnen, op het laatste liedje, goed kunnen vertrekken. Van de parking rijden. Want ik had zo horror reviews gelezen online over parking C. Dat is vlak aan de afrit van de snelweg en dat is super handig. Maar je wilt daar geen anderhalf uur vastzitten na een concert. Ja, het ging heel vlot. Vlot naar huis kunnen rijden. De volgende dag moesten we wel werken. En dat was minder. Ik was heel moe. Maar kijk, het is teruggekend. Dus we kunnen weer een beetje uitrusten. Alhoewel, ja, nee. Toch veel gedaan vandaag. Wat huishouden. Dan ook mijn haar nog eens gewassen. Verse koepen. Een vers laagje nagellak op de nagels. Ik heb mijn lange plissier ook aan. En mijn slippertjes. Het is wel warm, maar het is niet super warm. Dus zo, ja, een beetje op de web. Dus ik heb een beetje stof nodig om mijn benen warm te houden. En dan gaan we nu boodschappen doen. Ja, the usual op zaterdag. Containerparken en boodschappen. The glam life, hè. Zo gaat dat. Werken, boodschappen, huishouden. Ik heb trouwens een erg heavy eyeliner vandaag. Dat is zo het geval dat je begint met een dun streepje, maar dat je eyeliner niet gelijk is aan beide kanten. En dat je blijft proberen dat gelijk te trekken. En uiteindelijk, ja, ben ik met zo'n very rock chick eyeliner geëindigd. Maar I'll take it. Voilà, dat heb ik vandaag ook gedaan. Mijn wasjes gedraaid. Mijn handdoeken zijn net klaar. Dus die ga ik in de droogkast zetten. Maar die ga ik wel nog niet aanzetten, want ik doe dat niet graag als we niet thuis zijn. De droogkast is een van de onvoorspelbaarste toestellen. Naar brandveiligheid is het beter dat je thuis bent en wakker bent als je droogkast wilt aanzetten. Tip van de dag. Net geluncht op het terrasje van de Refter. Lekker zonnig, maar soms ook een beetje winderig. Die parasol begon zo te trillen. Dat was wel even het idee van, oh nee, dat gaat op ons vallen, maar dat viel allemaal goed mee. Lekker krok, zo van dat dik, goed brood met kaas en hesp en dan een slaatje erbij. Dus dat is easy. Vanavond gaan we frietjes eten. Vrienden komen bij ons thuis, dus de bestelling is geplaatst. Dus vandaar dat we deze middag even licht en gezond wilden lunchen met een kroksje. En nu moeten we nog eventjes om chocola bij bonen, een doosje pralientjes gaan halen. Morgen gaan we naar een barbecue bij mijn broer en zijn vriendin. En ja, ze hebben gezegd dat we niks moesten meepakken, maar bon. Het is de eerste keer dat we naar haar thuis gaan, dus het is wel zo leuk om daar niet met lege handen toe te komen. Dus we gaan pralientjes halen. En boompralientjes zijn wel altijd fijn. Die zijn zoals specialer dan de standaard pralientjes. Dus dan hebben ze lekkere smaakjes om van te proeven. Oh, kijk, het is een witte nu. In de winter met mijn verjaardag had hij een rood jurkje. Nice. We zijn voor een bloemetje gegaan, want mijn broer en vriendin, Kathleen, die houdt wel van plantjes. Dus we hebben iets met chocolade, maar dus een plantje gekocht. Ik draai plaatjes. Het roze tafeltje was nog vrij. Het zat op mij te wachten. Even roeren. De betrouwbaarheid van onze weerapps. Het is in één keer aan het regenen. We zitten wel onder de parasol en het zijn maar enkele druppels. We're here for the coffee. We zijn intussen thuis. We zijn boodschappen gaan doen. Alles ligt in de frigo. We hadden heel wat mee, maar dat is ook omdat we voor vanavond voldoende drinken hadden voorzien voor iedereen. En we hadden bij Boon niet alleen een plantje gekocht voor morgen om af te geven, maar ook een doosje vlaaipralines voor onszelf. Dat is iets dat hij, ik denk een maand of twee geleden heeft gelanceerd. En dat zijn dus eigenlijk pralientjes die op een vlaaike lijken en met de smaak van bepaalde Limburgse vlaaien. De smurfenvlaai die was er al, maar nu heb je ook rabarber, rijstenvlaai en kersenvlaai. Ik ben super, super benieuwd om een keer te proeven. Ik denk dat Timo wil beginnen met de rijstenvlaai. En? Hoe is de rijstenvlaai? Is zoals rijstenvlaai?
Ik ga voor de Smurfenfly. Smurfenfly is groot favoriet hier. Ik bedoel de echte Smurfenfly, dus ook de Smurfenfly praline. Toppie. Oké, het is bijna frietjestijd. Timo is onderweg om de bestelling te gaan ophalen. We hebben het terras klaargezet. Het is op zich nog lekker warm buiten. Het is wel heel veel wind. Maar het is gewoon zonde om binnen te blijven zitten. Dus we gaan het erop wagen. En we hopen dat de frietjes dan niet wegwaaien. Dat zou het zijn, hè. Achter de friet lopen die over het terras rolt van de wind. Mooi. Nee, dat willen we niet. Dat willen we niet. Ik heb hier de bordjes al klaargelegd. Bordjes, servetjes, vorkjes en dan de glazen om wat te drinken. En er ligt ook genoeg fris koud in de frigo. Gisteravond hebben we nog een gezellige avond gehad. We hebben buiten gezeten, maar zoals ik zei, het was vrij winderig. En op een gegeven moment werd de wind zeer, zeer sterk. En werd ook de bewolking vrij grijs en donker. Dus zijn we maar binnen komen zitten. Gezellig in de living. Dus dan hebben we ook nog een beetje tiramisu gegeten. We hebben die niet zelf gemaakt. Die is zelf gekocht. We hadden bij de Carrefour zo ambachtelijke tiramisu gezien in de taartafdeling. En die was eigenlijk... Allee, ja. Pretty good. Het was zo geen chemische tiramisu, maar hij zag er inderdaad ambachtelijk gemaakt uit, dus dat was nog lekker. En dan zijn zij naar huis gegaan en dan heb ik nog een accidentje gehad met deze stoel hier. Die ik dus naar hier ontbrengen was en ineens gleed hij uit mijn handen en de poot, tjak, op mijn teen. Je ziet het van ver, de teen is een beetje rood. En dat deed op dat moment zo... Zoveel pijn, maar zo de echte pijn die zo door merg en been gaat. En ik dacht, ik wou zo niet beginnen roepen en tieren, want iedereen stond daar nog te vertrekken. En ja, ik heb mijn voet dan maar even onder koud water gestoken en dan nog maar een ijspak. Ik had even schrik dat mijn tenen gebroken zou zijn, maar ik kan die nog heel goed bewegen. Dus ik hoop dat het gewoon een pijnlijke blauwe plek is. Ik heb er wat hieruit uit opgespeerd dat het sneller wegtrekt. Maar oh my god, dat deed zoveel pijn. Dat was niet leuk. Ik heb dan ook mijn rok nog eens gewassen. Want er was een vlekje op. Dus snel de handwas in, laten drogen overnight. En ik kan hem vandaag terug aantrekken. Want we gaan naar een barbecue bij mijn broer en zijn vriendin. Ja, heel benieuwd. Ze gingen van alles maken. Wat het zal zijn, weten we nog niet, wat er op de menu zat. Maar we zijn mijn broer gisteren toevallig tegengekomen in de Carrefour. En hij was op zoek naar een zalm. Dus het wordt iets met vis, denk ik, op de barbecue. Benieuwd. We beginnen al een beetje honger te krijgen. Dus we gaan zo meteen vertrekken. En ja, het is nog altijd redelijk winderig. Maar bon, het zonnetje zou in de late namiddag moeten tevoorschijn komen. Dus ik kruis mijn vingers. Even buiten voelen. Oeh, het is chilly. Oké, t-shirt weer op dit moment. Niet echt. Het is wat ik al voor korte mouwkes. Ik ga toch iets van truiken meepakken. Mijn truiken aan. We waren al bijna vertrokken zonder het cadeautje mee te pakken. Maar net voordat we de deur uitgingen, zei ik... Ah, het plantje, de chocola. Nu moeten we even de GPS instellen, want het is de eerste keer dat we naar daar rijden. Ik denk dat we ongeveer 20 minuutjes nodig hebben. Volgens mijn maps, Google Maps. En ook mijn sokjes. Het weekend is net begonnen, alhoewel dat het weekend eigenlijk gisteren begon met onze nationale feestdag. Dus we hadden even een extra dagje verlof. En ik heb niet gevlogd omdat we eigenlijk niet heel veel gedaan hebben. Voormiddag was voorbehouden voor het huishouden, wat ook niet onbelangrijk is natuurlijk als je weekend
ja, goed en proper wilt inzetten. Huishouden gedaan en dan zelf de douche ingesprongen, mijn haar gewassen, haar gefeund, maskertjes. Allee, het was een hele drukke werkweek opnieuw. Het is zo in de aanloop van mijn verlof, dus dan wordt het precies nog drukker dan anders. Omdat er zo van alles op je afkomt en ja, mensen denken nog snel u aan te spreken voordat je met verlof gaat. Maar bon, ja. It's been crazy, crazy, crazy. Dus ik had even een dagje voor mezelf nodig. Een glow-up waarbij ik maskerke nummer 1 deed. Maskerke nummer 2 met mijn new face. Mijn contouren een beetje versterkt. Ja, dan douche, scrub. Alles. Het enige wat ik niet gedaan heb is zelfbruiner. Vers laagje nagellak opgezet. Dat was wel echt het allerlaatste beetje uit mijn Essie Fiji. Werk ik ook wel aan de manier waarop ik mijn nagels gelakt heb. Dat is niet super, super goed, maar bon. Ik heb intussen een nieuwe flesje besteld via Amazon. Dat is wel toegekomen, maar ik dacht, ja, ik kan nog 1 keer mijn nagels lakken met het oude flesje. Maar dan zit er zo nog wel voldoende in, maar eigenlijk net niet. En het is dan zo dik en stroperig geworden. Je weet dat het tijd is om het flesje te laten gaan, maar ja, ik wou toch eens nog 1 keer mijn nagels lakken. Dus ja, dat is wel gelukt. Dus ja, mijn glow-up was gisteren. En dan hebben we gewoon... ja, pizza besteld en in de zetel gehangen. En eigenlijk was dat ook wel eens fijn. Gewoon rustig thuis zijn. Ik had mijn iPad bij. Ik kon van alles bijkijken. Want ja, ja, dat doe ik ook gewoon graag, naar vlogs van andere mensen kijken. Maar goed, gisteren zijn we binnengebleven. Vandaag gaan we naar buiten. Het is niet zo super weer. Het is een beetje à la gisteren, zo fris en koud. En ik heb een hemdje aan. Ik ga ook nog een jasje aandoen. Mijn leren jasje, denk ik. En dan, ja, dan kunnen we vertrekken. We gaan richting Antwerpen. Ik ben er nog niet helemaal uit waar dat we gaan eten. Ik heb allemaal zo screenshots op mijn gsm. Als ik zoiets interessants zie, dan neem ik daar een screenshot van. Met de bedoeling van dan, ja, als we ooit de kans krijgen van daar te gaan eten of iets te gaan drinken of zo. Dus ik ga onderweg naar daar in de auto even kijken. Ik heb al een paar adresjes in mijn hoofd. Maar we moeten gewoon even zien wat mogelijk is. Waar de plaats is. Voordat we goestingen hebben. Voordat ik mijn schoenen aandoe, weet de laatste keer dat ik gevlogd heb, dat ik daar kut niet veel pijn had aan mijn tenen, omdat ik daar een stoelpoot op heb laten vallen. Ja, het doet nog altijd pijn, maar het is al minder blauw, dus ik heb wat hirudoid gesmeerd om de blauwe plek weg te krijgen. Vandaar dat ik deze schoenen ga aandoen. Die zijn zo heel comfortabel en daar heb ik van voor aan mijn tenen veel ruimte. Want met sandalen is it's all good, maar zo een gesloten schoen, ja, dat doet nog altijd wel een beetje pijn. Zo, ik moet een beetje voorzichtig zijn. Dus ik ga deze sokjes aandoen, dat zijn zo van die sneaker sokjes en dan zijn die niet te zien als ik de schoen aan heb. Een onderhemdje aan van de Wii, dat is altijd handig voor ondertruitjes en zo ook. Dan heb ik een heel dun hemdje van Rees, dat is ook al heel oud. Maar echt heel oud. Jaren geleden gekocht in Londen, maar bon, ik draag het nog altijd. En mijn plissé-rokje. En dan natuurlijk de sneakers die ik zo net liet zien. En dan ga ik mijn roze leren jasje aandoen van All Saints. En dan zou dat normaal gezien wel goed moeten zijn. Dan denk ik niet dat ik echt kou ga hebben. Ja. Goed genoeg om naar buiten te gaan. Anyway, welkom in Antwerpen. We zijn net even voorbij de markt gewandeld. Mooie bloemetjes aan de kraam. Ik heb wel geen bloemetjes gekocht, want ja, anders moeten die nu al in de auto liggen. En dat is niet zo goed, denk ik, voor de bloemetjes als ze te weinig water krijgen. We zijn even door, ik weet niet welke, Schuttershofstraat of zo aan het wandelen. In de buurt van de Chanel en de Delvaux winkel. Dat weet ik wel zeker. Net even de 7 for All Mankind binnen geweest. Ik heb al mijn broek gekocht online in de Sonde. Maar Timo wou even passen voor de zekerheid. En we zijn hier in Antwerpen geweest en heeft ook zijn broek in de Sonde kunnen kopen. En aan de kassa stond zo een grote pot met van die Treffin Hart mint snoepjes. Dat zijn de beste mint snoepjes voor na het eten, dus ik heb al eentje meegeshoopt. Snel even mijn jas uitgedaan. Hier bij Monard hebben ze al de nieuwe collectie. Allemaal zo enkelaarsjes en zo. En oh, mocassins. En I love it all. Maar het is nog veel te vroeg voor aan de herfst te denken. Dus ik ben netjes gepasseerd. Ik wil nu nog volop zomer. Met de
zeker aan een tafeltje. Dus de lunchpot van vandaag is Okos, de Japanese food bar. Ik kreeg hele mooie reviews ook op TripAdvisor en zag ook wel geweldig. Ik heb die een keer gespot via reclame op mijn Insta stories. Ja, ze targeten mij natuurlijk, hè, food. en dan zag ik het zo goed. Ze hebben meer Japanse burgers, ze hebben gyoza, okonomiyaki, hirata buns, sushi. Alles wat ik lekker vind. Onze eerste gerechtjes hier zijn voor het omakase sushi bordje gegaan. Dat ziet er heel mooi uit. Groentjes, aardappeltjes en zo. Er wordt een omelet van gemaakt, een groentebarkoek met zo'n sausje erover. Dit is ook super lekker, dit zijn maar die dikke oedo-noedels. Sticky kipsfischer, oh my god, this is good. Can I just say, het was een geweldige plek. De Japanese food bar Okos, dikke aanrader. Er staat te veel op de kaart, we zijn maar met twee, dus we konden niet alles food sharen. Dus we gaan nog eens terug moeten komen om de rest van de kaart te proeven, want wat we gehad hebben was echt lekker, hè? Super. Echt lekker. So, yeah. Very good. We zijn net even langs het Conscienceplein gewandeld. Daar was een trouw afgelopen. Dat is altijd interessant om even te kijken. En mee te klappen als de bruid en bruidegom buiten komen. De man met de honden gezien, die komt regelmatig met al die honden wandelen. En die blijven allemaal super braaf. Keigoed. De zonneschijn is intussen een beetje verdwenen. Maar ik doe gewoon verder met mijn zonnebril. We zitten op het terras van Mooi. We zijn wel moe nu en hebben heel veel dorst. Dus we zijn blij dat we even kunnen zitten. Zijn we van die oude mensen geworden die iets moeten drinken om de namiddag te breken. We hebben een dorstje, dus we hebben alle twee een limonade besteld. Straks komt de koffie, eerst even drinken. Ja, de koffie voor een keer proberen. Dat is lekker. We zitten hier goed dat er al zit, dus latte praline nummer 2. Wel, hier zijn we terug. Het is zondag, het is slechter weer dan gisteren. Oh, foei. Maar gisteren was wel een hele leuke dag in Antwerpen. Het zonnetje is toch nog uitgekomen, we hebben goed gewandeld. We hebben gisteren 10.000 stappen gezet, zo goed voor ons. En gezellig op een terrasje gezeten, zo I'm happy. Op weg naar de auto zijn we nog gestopt. We zijn langs Philips Biscuits gelopen. We hebben nog zo wat koekjes meegenomen voor bij de koffie. Zo, ja, ook blij mee. En dan hebben we gewoon een rustige avond gehad. Ik heb The Secret Life of Pets 2, de tweede film, heb ik opgenomen. Dus dat is misschien wel iets voor straks als het zo druilerig weer blijft. Maar nu moeten we effectief de deur uit, want we hebben geen eten voor komende week. Allee, eten... We doen nog altijd de HelloFresh box, dus we hebben wel eten voor diner. Maar we hebben andere dingen ook nodig om mee te pakken naar het werk voor de middaglunch en zo. Dus wat fruit, groentjes en zo en wat beleg. Dus dat gaan we nu even doen. Lang leven de Albert Heijn die op zondag open is. Hopelijk is het niet. Worst timing ever. Het is niet het moment om te komen winkelen te skateren. Maar goed, we zijn er. Had ik al gezegd dat dat super slechte timing was? Oh my god, het was er super druk op de parking. Dan was het binnen ook nog eens super druk. Overal stonden mensen. Maar bon, eigenlijk waren we er nog redelijk snel door. Dus buiten het eerste feit van moeilijk parking te kunnen vinden en dan door de massa te proberen gaan, viel het al wel nog mee. We hadden ook niet zo heel veel nodig. Dat was meteen het voordeel. Zo, een mini shoplog. Avondeten, dat is al geregeld. Dat komt morgen vroeg toe. Tomaatjes, cheese en sla en burgers.
Want we gaan zelf hamburgers maken voor deze middag. Hier zijn trouwens de hamburgerbroodjes. Dan hebben we wat beleg. Een paar van die proteïnepuddingskes. Ik ben zo van allerlei merken aan het proberen. De Alpro sojaproteïnepuddingskes. No good. No, dat was niet lekker. Dus nu probeer ik een keer die van de Albert Heijn. Nectarine. Ah, mijn favoriete seizoen wat dat betreft. Gele nectarine, super lekker. En normaal gezien kijk ik altijd welke het goedkoopst is. Of dat je ze los moet kopen of in een pakje. Maar deze keer waren die in een pakje veel goedkoper. Dus werd het een pakje. En witte druivenkes hebben we ook mee. En dan voor op het werk, 's middags, van die mini komkommertjes, tomaatjes. Paprikertjes vind ik ook altijd lekker. Een flesje sinaasappelsap voor Timo en de besjes. Deze vind ik ook altijd lekker voor op het werk 's middags. Van die crackers met rozemarijn en zeezout. Een keer iets anders dan gewoon brood. Deze chocolade met melk en hazelnootjes is voor Timo. En ik heb dus de bolletjes gekozen. De Caramel Breeze en Cookie Island. Ze zagen er wel leuk uit. Ja, misschien zijn ze niet lekker, maar wow. Mooi zijn ze wel. En dan de Tempo Tissues, die ik zo goed vind, die waren in de promo. Dus dat is het moment om in te slaan. Die hebben ook allemaal zo'n mooie doosjes voor de zomer. Pretty! Om hier van het glas te komen drinken. En dan moet ik zorgen dat onze tafel een beetje proper blijft. Dus dit moet ik allemaal weg doen. Dit was eigenlijk Timo zijn water, maar nu is het tigrarenwater. Al zeg ik het zelf, die hamburgers, top notch. Dat waren de beste homemade burgers ever. En ik denk dat dat is door dat gesmolten laagje cheddar dat we op de burger hebben gedaan in de pan. Dat was queenie goed. We hadden ook uiantjes in de pan gedaan. Dus dan worden die zo lekker bruin en zacht. Rauwe ui eet ik niet graag, maar gebakken uitjes absoluut wel. En dan augurken erover, sausje erover en zeer, zeer lekker. Ik zit nog altijd helemaal stuffed van daarnet. Maar we zijn nu enkele uren verder. Intussen kreeg ik telefoon van mijn moeder. Die dan zei, ja, kom maar mee naar de Maspechle Village. En voordat ik eigenlijk nee kon zeggen, zei ze, en ik heb iets op mijn voet laten vallen. En ja, het was een heel verhaal. En ja, het was moeilijk om als dochter nee te zeggen. Met het idee van, kom maar mee voordat uw moeder iets overkomt. En even later zag ik op Twitter dat Martien Tange, het nieuwsanker van de VRT, net op pensioen, of ja, nog maar sinds 2020 ergens op pensioen, dat hij intussen overleden is. Wat ik super erg vind, zeker voor haar, maar ook voor haar familie. Toen dacht ik, ja oké, we moeten ervan profiteren, zolang dat we kunnen, want je weet nooit wanneer het gedaan zal zijn, zo... Een momentje van bezinning, zullen we maar zeggen. Dus voilà, we zijn er. We zijn bij Maasmechelen Village. En ik denk dat het gigantisch druk is, want de parking staat hier helemaal vol. Misschien dat er nog ergens een andere activiteit te doen is. Geen idee. Want ik hoop niet dat iedereen hier in Maasmechelen Village zit. Want oh boy, oh boy. Maar we zullen zien. We gaan er alleszins ons niet te veel van aantrekken. En vooral proberen genieten. Het is droog gebleven. Het ging nog droog blijven tot een uur of 7, denk ik, vanavond. Dus ik heb mijn sjaalke wel mee. Dit is zo'n zijdesjaal die ik zo helemaal rondom heb gedaan. Wie kent deze nog? Die zijn van Mucho Gusto. Die zijn een tijd lang heel populair geweest. Doet mij zo denken aan de sjaals van Hermès, maar dan iets goedkoper. En dit is er eentje die ik al jaren in mijn kast heb liggen. Maar nog altijd mooie kleurtjes vind. En met zo'n vlindermotiefjes. Zo, ja. Het is tijd om die nog eens uit te halen. Mijn dikkere sjaal, mijn wollen sjaal, was nu veel te warm. Dus dit is... perfect. Nee, we beseffen nu dat het mogelijk ook voor de film is. De filmzaal hier. De nieuwe Barbie-film is uit. Dus ja, het zou kunnen dat iedereen naar de film gaat. Nee, ik was mis. Ik denk dat iedereen hier zit. We zijn op een bakje gaan zitten. We zijn aan het wachten op mijn ouders. Die hadden gewoon gezegd om 3 uur. Maar ja, we hadden niet echt meteen iets afgesproken van plek of zo. Dus we zijn maar op een bankje komen zitten. En we gaan wachten totdat ze hier zijn.
Goed, wij zaten op een bankje, maar mijn ouders in de verte hebben ze zien afkomen. Die zitten nu ook op een bankje. Kijk, mannetjes, bij Sandro is hij er weer. De jas met de plissé van achter. Hij was er vorig jaar ook. Ja, ik heb de plissé-jas toch maar even aangedaan. Hij komt op camera wat lichter blauw uit, denk ik. Tussen een donkere, donkere navy. Sjaal uit, jas uit, want het is hier nogal doef. Er is hier nog altijd heel veel volk. We zijn net even de Rituals binnen geweest. Ik moet wel zeggen, de kortingen zijn niet zo super groot in vergelijking met de gewone Rituals winkel. Maar je hebt daar wel zo limited editions die nog in aanbieding waren. En zo een duo pak van de Sakura Body Lotion. Dat was wel voordelig. Dus tip. We hadden intussen super veel dorst, dus ik ben hier een homemade limonade komen halen bij Pek Utsitja. All ready to go, als takeaway. Alright, we gaan eindigen met een kleine shoplog. Dit kocht ik bij Rituals. Dit is dus nu een Rituals shop in de outlet in Maasmechelen Village. Er is niet super veel korting op. Deze set 10% en op de scrub daar 15%. Nu bon, het is wat het is, dus dat is altijd mooi meegenomen. Dit is een value set. Dat is eigenlijk dus de body cream van de Ritual of Sakura. Dat is mijn absolute favoriet. Dat is denk ik het eerste product dat ik kocht bij Rituals zoveel jaren terug. Die met rijstmelk en kersenbloesem. Dan krijg je de hoofdverpakking en nog één refill. Dat doen ze nu ook wel tegenwoordig. Dus dat je gewoon de refills kan kopen. Goedkoper. En ja, dan moet je niet constant nieuwe verpakkingen erdoor laten gaan. Dus dat is wel goed. En dan in dezelfde lijn kocht ik ook de scrub. Ik vind het wel fijn om een bijpassende scrub te hebben. En deze is heel erg goed. Dus yes. Dat was het wat de beauty betreft. En dan voor mijn pièce de résistance. Ik laat hem even in full force zien. Mijn Sandro Trench jas. Ja, die met de plissé'tjes. Dus ik heb die vorig jaar al gezien. Zowel in de Sandro winkel als op de Bijenkorf website. Ik heb daar naar zitten kijken. Ze hadden die in twee kleuren. Ja, ik vond die super mooi. Maar bon, ik had zoiets van ja. Een jas met plissé'tjes is er niet wat over. Dus ik heb toen niet gekocht. Uiteindelijk waren ze heel snel uitverkocht. Later in de winter is dat nog teruggekomen. Maar zo meer als ja, een wollen jas echt. In plaats van zo'n trench tussenjas. Mijn broer was nog aan het passen in het pashok. Ik dacht, ja, ik ga hem toch even aandoen. Zo snel in de winkel. Mijn lederen jasje uitgedaan en deze aangedaan. En toen ik hem aan had, dacht ik, oh, hij is echt wel heel erg leuk. Super mooi afgewerkt met zo de knoopjes verborgen aan de... Ja, achter stukjes stof. Mooie details. Je hebt hier ook zo zelfs, het is echt zo trench model. Nu, dat is niet iets dat ik per se ga doen. En dan aan de achterzijde heb je natuurlijk de plissé'tjes. Dat geeft zo'n beetje een verrassingseffect. Het is misschien de rover dubbel plissé, maar eigenlijk vond ik dat nog niet zo lelijk. Omdat zo mijn rok er subtiel uitkwam. En ja, langs de voorzijde heb je natuurlijk geen plissé. En gewoon een standaard trench. En dan de achterzijde. Tot hier is het een gewone trench. En dan beginnen de plissé'tjes. En dan kan je ook de ceintuur aantrekken. Maar eigenlijk ja, is wel de bedoeling om gewoon de jas mooi open te laten hangen. En voilà, kijk. Gepast en helemaal verkocht. Dus ik heb hem meegenomen. En eigenlijk denk ik dat je hem in de volgende vlog al gaat zien. Want ja, het weer is er gewoon niet naar. Hè. Echt geen zomerweer. Maar wel ideaal om mijn nieuwe aanwinst te dragen volgende week. So, bye bye. Hiermee sluiten we de vlog af. See you next week. In deze mooie trench. Tot de volgende keer.